10 nieuwe jongens met daar toch wel enkele bekende namen bij. Zoals Mboyo die op de bank zit. En Lesqua, oud-gediende. Ook Dudui dus een bekend gezicht in deze reeks op de rechtsachter. Seis is de liggende man, of is het de Smet de liggende man? En dan, ja, knap getrapt hoor. Hele mooie krul van Drunlee in de handen van Lammens. Weinig ruimte. Talbi, een eerste keer. De voorzet is goed. En de kopbal tegen de lat. Perez met de eerste kans in de wedstrijd. Tegen de dwarsligger. Ja, goed van Vermand. En dan de lange halen van de Roeven terugleggen. En de goal, nee. Tweede kans voor Perez. Maar scoren deed hij opnieuw net niet. Dit keer was het de Roeven. En dan Perez. Die de bal. Aguemon. Spileers die wegwerkt. Maar daar is Albanese. Die probeert Lammens te verrassen. De Roeven. De Roeven houdt de bal goed bij zich. En dan Sandra die kan trappen. Ja, harde uithaal van Sisse Sandra. Talbi. Met een goede voorzet. En Perez kopt over. Nieuwe kopbalmogelijkheid voor Daniel Perez. Dit keer gaat hij erover. Uitstekende voorzet op maat van Talbi. En Perez. Talbi. En Ordóñez met de goal. Joel Ordóñez. Met 1-0 voor Club Next. Zou kunnen zijn. Talbi. Met vrije trap. En geweldig binnengeknikt. Perfect binnengeknikt. Door Ordóñez in de rug van Dudui. Bal op de rug, dacht ik, van Bourdin. Geen handspel dus. Mabella. Mabella in de 16. Klaarleggen. En dan bijna Abdallah. Wat een kans op de gelijkmaker in de laatste minuut voor Virton. Vermand. Ja, trappen. Geen onaardige poging van Romeo Vermand. Ja, knap gedaan hoor. Ja, Aguemon komt teken doen aan.